Hoi jongens. Trainen voor voetbal, of niet? Wauw, mooie bewegingen. Oh-oh, iemand heeft je hulp nodig, Carl. Ga maar snel naar huis. Het is Lily. Het is de eerste schooldag. De leraar is nog niet op school en de kleintjes worden ongeduldig. Waarom zijn ze zo druk? Ze zijn zo enthousiast, maar ze luisteren niet. Oh, daarom hebben ze alle drankjes opgedronken. Lily kan je hulp goed gebruiken, Carl. Snel! Goed nieuws, Lily. Supertruc is er om je te helpen. Laten we proberen de kleintjes tot rust te manen, voordat de school begint. Oh, perfect! De kleintjes luisteren naar Supertruc. En die kleintjes dan, Supertruc? Mist er een kleintje? Supertruc, kan je iets doen? Een super politieauto. Perfect. Gebruik je sirene, zodat het kleintje je kan horen. Daar is hij. Hij gaat naar de draaimolen. Gemist. Hij gaat naar de schommel. Hij gaat veel te hoog. Jackie, hij valt er bijna af. Goed idee. Gebruik je ST-3000. Hij gaat heel erg hoog. Hij laat los. Je hebt de dag weer gered, superpolitieauto. Karen heeft een speciale koffie gemaakt met een heel lekker taartje erbij. Of wilde je een ander drankje? Inderdaad, de kleintjes hebben ze opgedronken. Geniet van jullie hapje, jongens. Hoi, kleine Rocky. Hallo. Wat ben je aan het slepen? Oh, is dat voor Vaderdag? Dat is een goed idee, kleine Rocky. Jij bent heel creatief. Oh nee, kleine Rocky. Je hebt motorproblemen. Oh jee, kleine Rocky heeft geen controle meer. We moeten iemand roepen voor hulp. Hoi Carl, er is een spoedgeval. Kleine Rocky deed een vliegtest met een cadeau voor Vaderdag toen hij plotseling niet meer kon sturen. Hij is neergestort in de stad. We moeten weten of hij in orde is. Kan jij ons helpen, Carl? Ha ha ha!
Wat is dat supertruc? Denk je dat we kleine Rocky kunnen vinden met die stukken papier? Goed bedacht, detective. In een politiewagen? Perfect! Ziezo, geen papieren meer. Kijk, supertruc, het is de banner die kleine Rocky aan het trekken was. Maar waar is kleine Rocky? Wat was dat? Kijk, supertruc, het is kleine Rocky. Haha, supertruc. Kleine Rocky, hoe ben je in de vuilnisbak terechtgekomen? In de pierbakkapi. Viel je erin toen je met de banner vloog? We moeten de banner van de lantaarnpaal halen. Kan jij dat doen, supertruc? Supertruc. Hij hangt veel te hoog. We hebben hulp nodig. Oh ja, maar nou. We hebben iets nodig dat zo hoog komt en de banner los kan maken. Welke gadget ga je nu kiezen, supertruc? Haha, en dan moet je maar wel. Ja, ga zo door, supertruc. Nee, niet zo, supertruc. Kom op, supertruc. Je kunt het. Ja! Geen zorgen, kleine Rocky. Supertruc gaat je banner repareren. Nou, Rocky, supertruc wil je iets heel belangrijks laten zien. Wees geduldig, het is het waard. Oké, Rocky, draai je om. Ga je gang, kleine Rocky. Deze is voor jou, Rocky, omdat het Vaderdag is. Je zult wel heel trots zijn op je zoon. Goed gedaan, supertruc. Je hebt de dag gered. Ik vraag me af wat voor avonturen er nog meer op ons staan te wachten. Wauw, Carl. Ik wist niet dat je dat kon. Ongelooflijk. Oh, volgens mij heeft iemand een probleem. Ga maar even kijken, Carl. Oh nee, Jerry oefent voor de grote race, maar de racebaan ligt vol met vuilniszakken. Ze zijn vast weggeblazen door de wind. Carl, dit lijkt precies een missie voor Supertruc. Hoi Jerry. Je kijkt bezorgd. Ben je bang dat je niet meer kan oefenen voor de wedstrijd? Dat dacht ik al. Geen zorgen, Supertruc is er voor hulp. Wat is er, Supertruc? Heb je een idee?
Een vuilniswagen? Ongelooflijk! Oké, laten we een schoonmaakwedstrijd houden. Drie, twee, één, af! Ja, jullie zijn allebei winnaars. Ah, wil je je vrienden vragen om je garage op te ruimen om je bekers te vinden? Supertruc, kan jij helpen? Perfect. Wauw, Jerry. Je had gelijk. Het is een rotzooi. Al je bekers zitten in één van deze dozen. Maar hoe ga je ze allemaal vinden? Gebruik de ST-3000. Een magnetische arm. Natuurlijk. De bekers zijn gemaakt van metaal en die zullen allemaal blijven hangen aan de magneet. Briljant. Kijk, Jerry, we hebben je bekers. Goed gedaan, jongens. Jullie hebben de dag gered. Het is de wedstrijddag. Jerry is heel opgewonden. Supertruc en Gerrit zijn er om hem aan te moedigen. Ja, Jerry wint. Wauw. Supertruc, dat is ongelofelijk. Bedankt, Supertruc. Je hebt alweer een dag gered. Hoi, Jerry. Wil je een snelheidsrecord breken? Hoi, Edna. Jij bent heel hard aan het graven. Is het voor een speciale gelegenheid? Aha. Ga maar gauw weer aan de slag. Oh-oh, er gaat iets niet helemaal goed. Edna graaft door het plafond van de tunnel heen. Jerry, je moet stoppen. Edna, stop met graven. De tunnel stort zo in en Jerry zit erin. Oh nee. Carl, Jerry heeft problemen. De tunnel is geblokkeerd. Waarin ga je transformeren om Jerry te redden, Supertruc? Come on.
Jerry, Supertruc is er om je te redden. Hoor je iets? De stenen hebben de pijpen kapot gemaakt. Supertruc, je moet snel handelen. Buddy, dan. Snel, Supertruc. Ga door. Wat gebeurt daar? Wat heb ik? Voorzichtig. Oh, ga niet meer, hè, toch? Zoem op. Oh nee, er komt water onze kant op. Oh. Je moet je speciale gereedschap gebruiken. De ST-3000. Een laser? Ongelofelijk! Goed gedaan, Supertruc. Je hebt het water bevroren. Nou, ga maar lekker schaatsen, jongens. Tot de volgende keer. Wauw! Jerry, ben jij dat? Je ziet er prachtig uit voor de parade voor het Chinees nieuwjaar. Ben jij de eerste auto? Voorzichtig, Jerry. Je wil geen ongelukken veroorzaken. De parade gaat zo beginnen. Neem je plaats in, Jerry. Veel plezier. Ga niet te snel, want de rest kan je niet bijhouden, Jerry. Wat is het, Jerry? Heb je motorproblemen? Voorzichtig, Billy. Jerry heeft motorproblemen. Oh nee, we moeten Supertruc roepen. Help, Carl. We hebben je hulp nodig. Jerry is de eerste auto in de parade, maar hij heeft een ongeluk gehad. De hele parade staat nu stil. Kan jij helpen? Perfect. Laten we gaan. Niet zo chagrijnig, Billy. Supertruc is er om te helpen. Je moet geduldig zijn. Maar nu weer, Renato. Grappa. Oh jee, ze worden ongeduldig. Moet je ze horen toeteren. Waarin ga je transformeren, Supertruc? Marina, na, Elioto. Supertruc, je bent een transportwagen. Ga je Jerry verwijderen voor de parade, Supertruc? Aha.
Cool. Jerry staat op de laadklep. Nu is hij net zo groot als een echte draak. Laat de parade maar weer rijden. Hey. Oh, wat is er nu, Jerry? Zie je iets verderop in de straat? Wat is het, supertruc? Een omgevallen lantaarnpaal? Oh nee, dat is niet goed. Kijk uit! Phew, dat scheelde weinig. Hoe ga je dit oplossen, supertruc? Kijk achter je. Ze halen je bijna in. Dit kan heel gevaarlijk worden. Goed idee. Probeer hem weg te duwen. Hij is best wel zwaar en je kan hem niet met je voorbumper wegduwen. Wat moeten we doen? Alle auto's zullen niet op tijd kunnen stoppen. Denk, supertruc. Natuurlijk, de ST-3000. Welk gereedschap kan die lantaarnpaal van de weg halen? Snel, supertruc. Oh nee, moet je ze horen toeteren. Raad eens, waarom is Billy zo chagrijnig vandaag? Je hebt gelijk, Billy houdt ervan als alles soepel verloopt. Ja, het is gelukt, supertruc. En net op tijd. Kijk, kom op, draak, laten we verder gaan. En we zijn terug bij het begin. Wat een mooie parade. Kijk, supertruc, Billy heeft een lach op zijn gezicht. Bedankt voor het redden van de dag, supertruc. Toeter voor supertruc allemaal. Gelukkig werkt je toeter nog wel, Jerry. Fijn Chinees nieuwjaar allemaal. Tot de volgende keer. Goedemorgen, Massimo. Hoi, Carl. Oh, zoek je nieuwe velgen voor je moeder? Natuurlijk, het is moederdag. Oh, zo te zien krijg je een speciaal verzoek, Carl. Ga maar snel naar huis. De kleintjes hebben Karin gevraagd om cupcakes te maken, maar haar machine is op hol geslagen. Hij slingert grote deegballen in het rond. Het kan gevaarlijk zijn. Kan jij helpen, Carl? Perfect! Laten we gaan. Kijk uit, supertruc. Houd vol, Karin. Supertruc gaat je helpen. Wauw, je bent super Karin. Je beschermt de kleintjes voor het gevaar. Oh jee, supertruc. Hoe ga je dit stoppen? We geloven in je, supertruc. Waarin ga je transformeren? Supertruc, je bent een stoomwals. Dat was indrukwekkend, supertruc.
Oh. De machine raakt oververhit. Doe iets, Supertruck, voordat hij ontploft. Als je iets weet om hem van deze gekte te stoppen, dan is het nu tijd voor actie. Snel, Supertruck. Wauw, hij is bevroren. Ongelooflijk, dat scheelde weinig. Snel, Supertruck. Het is gelukt, Supertruck. Je hebt bevroren thee gemaakt en de dag gered. Karin en de kleintjes vragen of je samen met hen thee wil drinken, Supertruck. Bedankt voor je hulp, Supertruck. We konden Moederdag niet vieren zonder jouw hulp. Je hebt echt de dag gered. Karin heeft iets speciaals voor je. Geen zorgen, Supertruck. Karin heeft niet jouw platgewalste deeg gebruikt. Ze had deeg in haar koelkast en heeft een mega cupcake gemaakt voor jou en je moeder. Fijne moederdag allemaal!